Een hele goede avond. De kampioenswedstrijd officieel is voor FC Twente voor 99% zeker. Met een hele kleine kans dat Ajax nog kampioen wordt als het met 10 doelpunten verschil wint. Kapitein. Om weer die bal nog bij Jansen te krijgen, dat lukt. Renate Jansen en daar de kans voor Stolze. Die net niet lekker uitkomt met haar passen. Een goede uitbraak van FC Twente. Blijft ook een beetje hangen, Stolze. Oh, losgelaten en in tweede instantie wel in het bezit van Van Eyck. Doorn, dat is aardig geschoten. Kijk, daar komt hij vandaan, dat is de boosdoener. Dit is geen buitenspel van Pelova. Pelova naar Grant. Dat is net te hard voor Grant. Nog wel de schietkans voor Bakker. Gewoon redelijk snel genomen en nu is daar de kans voor Pelova en daar is de goal. Romain Leugde, wie anders. Snel genomen die ingooi. En nu Pelova naar Leugde en die maakt dat heel rustig af. Slim gedaan door Grant. Hier is Grant. Oeh, goede kapbeweging. Dan nog een keer naar buiten en 2-0. En heel snel de bal uit het doel gehaald, want nu beginnen er toch mensen serieus na te denken over 10-10-10. Daar gelijk de eerste kans aankomt voor Ajax, voor Pelova en de redding. Van Domselaar voorkomt een hele snelle 3-0. Corner Sherida spitsen. Van de Gracht staat te loeren, maar het gaat via Leugter. Die is dan de bal kwijt en dan is deze corner zomaar het begin van een aanval van Twente als Leugter is blijven liggen. Olieslagers naar Jansen, de Sanders met de sliding. Jansen en daar is de goal voor Twente. Dan leek er even sprake te zijn van een hele snelle 3-0 van Ajax met die kans voor Pelova. De corner waarbij Leugter vervolgens het balverlies leidt. Maar via Olieslagers en weer Renate Jansen met een belangrijke rol als aangever is het nu wel raak voor Stolze. Dan blijft op de been een goede paas. Pelova voor 3-1. Nee, van Domselaar. Simonta Amata, natuurlijk ook af en toe techniektrainingen verzorgd, ook bij de vrouwen. Deze schiet in één keer door naar Dont en Doorn houdt er dan vast. Oh, Van Eyck. Ja, is mooi voor Dont, zeker. Die wordt ook bedolven hier. Mooi moment voor haar. Doorn doet er alles aan om Dont van het schieten af te houden. Dat lukt niet en dan gaat hij toch wel recht op Van Eyck af, die deze gewoon moet hebben natuurlijk. Als Dont de bal nog een keer teruglegt en daar bijna de 3-2 is voor Twente. Kan nog steeds met Koma. Inzet was van Peddemors, die kopt nu weer en dan gaat hij er alsnog in. En is het na Dont nu ook nog Everaerts die scoort om het verhaal helemaal compleet te maken voor Twente. En dan vindt de scheidsrechter het mooi geweest en is FC Twente kampioen. Van de pure energie Eredivisie Vrouwen. Het zat eraan te komen, want het moest wel heel raar lopen. Op bezoek bij Ajax. Om het nog mis te laten gaan. Maud Roetgering, 13 seizoenen speelster van Twente. Tegenwoordige commerciële functie.
gaat de schaal uitreiken aan Renate Jansen. FC Twente is kampioen van de pure energie Eredivisie Vrouwen 2021-2022. Een geweldig seizoen voor de Enschedeze vrouwen.